Ik ben Jesmer, ik ben 20 jaar. Ik werk bij Amers Fijnrecht als eerste monteur. De werkzaamheden hier zijn heel gevarieerd. Het gaat van banden draaien naar versnellingsbakken uit elkaar halen, koppelingetjes vervangen. En zo doe je de ene dag versnellingsbakken vervangen en de andere dag ga je diagnose stellen. Hoi, ik ben Arjen Vassenaar. Ik werk bij Amers in Dordrecht en ik ben magazijnchef. De grootste uitdaging voor mij is dat de klant tevreden naar huis toe gaat. En dat we bereiken door de onderdelen snel op voorraad te hebben en te krijgen. En dat is wel elke dag weer een uitdaging en die ga ik altijd aan. Ik krijg voldoening aan mijn werk. Als ik zie dat de klant met een glimlach naar huis toe gaat, dan weet ik van mezelf dat ik het werk goed en accuraat heb voorbracht. Ik ben pas geleden eerste monteur geworden. En Amers heeft meteen gezegd, doe meteen je APK maar. Dus daar zijn we nu mee bezig. Mijn naam is Lot Peels. Ik werk bij Amers Audiocentrum in Dordrecht. En ik werk daar als verkoopadviseuse sales. Wat mij vooral aanspreekt aan het verkoopvak is toch wel, het klinkt heel cliché, maar de mensen. Ik vind klantcontact onwijs leuk. Nieuwe mensen leren kennen. En niet alleen de mensen leren kennen, maar ook de verhalen achter mensen. Waarom kiezen ze voor een bepaalde auto? Past dat bij hun werk? Past dat bij een privé situatie? De schakels zijn bij Amers heel kort, omdat je heel goed nauw samen kan werken met je collega's. Je hebt de oplossing zien die je op dat moment niet hebt. Die kan je bij andere mensen halen. En daarom kan je ook dus heel snel de klanten helpen. Je bent heel vrij in hoe je werkzaamheden inricht. En ik denk dat dat ook iets kenmerkend is aan Amers, dat je gewoon je eigen draai kan vinden en op je eigen manier kan werken. Ik ben Ellen. Ik werk op de afdeling Sales Support. Het belangrijkste wat wij doen is alle afspraken inplannen, alle heren en dames in de werkplaats aan het werk houden en zorgen dat alles zoveel mogelijk goed verloopt. Ik ben Kevin Schil. Ik werk bij Schadenet Amers in Zwijndrecht. Mijn rol als werkplaatschef is het goed laten verlopen van de schades binnen in de werkplaats. We werken met verschillende merken en dat betekent dat we met drie verschillende systemen werken. Dus als je bij ons nieuw bent, dan gaan we als eerste je kennis laten maken met alle systemen, laten we je meekijken. Ik ben Danny Klein, ik werk bij Amega, in dit geval bij PSB. En, ik ben chef werkplaats van PSB. Dat houdt in dat wij alle bedrijfswagens die betimmeren wij, doen we elektra in. Dus alle mannen die hier werken, een mannetje of 30 nu al denk ik in deze periode. En ik begeleid ze, ik help ze en ik zorg dat het goed loopt. Mijn grootste uitdagingen op het werk is er om voor te zorgen dat al het werk op tijd klaar is en de kwaliteit heel goed is. Om de kwaliteit te waarborgen controleer ik elke auto voordat ze afgeleverd worden aan de klant. Specifieke uitdagingen die zijn er zeker in drukke tijden. En dat is voor ons vaak de bandenwissels die we twee keer per jaar hebben. Dan krijgen we zo ontzettend veel aanvragen binnen, zoveel telefoontjes. Ik hou van uitdagingen en binnen Amega is mij dat ook geboden. Dus in dit geval werk ik nu 2,5 jaar denk ik bij PSB. Amega die heeft mij zeker inderdaad geholpen met ontwikkeling. Je werkt een paar jaar, er komen wat mogelijkheden vrij. Je staat er ook zelf voor open, hè, natuurlijk. Dat word ik echt onthouden en later kan je daarmee door. En komen ze er ook op terug. Mijn naam is Anne Boet. Ik werk bij Vermeel in Gorinchem. En ik ben daar service manager. Ik ben Boerak Guksal. Ik werk bij Svenska als automonteur. Ik ben Bram Ippel. Werk bij AALease als leaseadviseur binnendienst. Mijn functie als service manager houdt in dat ik het team bij elkaar hou. Dat ik zorg voor goede bedrijfsresultaten en een gezellige sfeer. Mijn grootste uitdagingen op het werk zijn dingen oplossen voor de klanten die ermee zitten. Zoals storingen of als klanten problemen hebben met de auto. Dan wil ik hun graag zo goed en zo snel mogelijk helpen. Zodat de klanten gewoon plezierig en fijn en met een veilig gevoel in een Volvo kunnen rijden. Want daar gaat het natuurlijk om.
Wij doen alles op het gebied bij Alies om het de klant zo makkelijk mogelijk te maken om hem volledig te ontzorgen. Een goede sfeer in een bedrijf, daar valt of staat alles mee. En ja, dat is wel mijn belangrijkste doel, dat iedereen het goed naar zijn zin heeft. We hebben natuurlijk het VPS-proces hier. Dat houdt in dat we met z'n tweeën aan een auto werken. Dat betekent dat de ene de auto begroot en de andere de aanvraag doet en klantencontact. Dus als een klant een probleem heeft, dan komt hij direct naar ons. Amega heeft oog voor een ontwikkeling. Daardoor word ook ik goed getraind. Om ook dat over te kunnen brengen aan de mensen. Ik ben op mijn 17e hier begonnen. Dat was direct na het behalen van mijn HAVO-diploma. Ik heb de afgelopen 3 jaar, dat de opleiding heeft geduurd, 4 dagen gewerkt. Waarvan 1 dag in de week naar school. En daar heeft Aris mij ook goed in ondersteund om mijn opleiding netjes af te ronden. En inmiddels ben ik 5 dagen aan het werk als leaseadviseur binnen het dienst. Het is super groot, maar we zijn alsnog een klein familiebedrijf waarin al je collega's familie zijn.